Vijf voor acht pakte ik de auto. En ik wilde hier rechts afslaan, de Vleutenseweg op. En ik zag het jammer genoeg gebeuren, ja. In eerste instantie gewoon in de actiestand en helpen en kijken wat je kunt doen. Verkeer regelen en ik ben nog bij de buschauffeuse geweest, even kijken hoe zij het had. Het ongeluk raakte Henno en de buurt diep. Een week van verdriet, een week van liefde. Veel verbinding in de buurt ook. Veel boosheid, verslagenheid. Buurtbewoners zijn het zat. Zo'n 700 mensen tekenen een petitie om de Vleutenseweg veiliger te maken. De gemeente doet zelf al onderzoek. Maar naar aanleiding van de petitie huren ze ook een externe partij in om te kijken naar de verkeerssituatie. En ze gaan met bewoners in gesprek, want die vinden de weg onveilig. Dan ga je dus eerst een fietspad over. Grote vraag, enkel of twee kant mogen de fietsen zijn. Dan moet je een autobaan over. Dan sta je stil voor een dubbele busbaan. Dan sta je stil voor weer een autoweg van de andere kant. Dan sta je weer voor een fietspad. Weet je weer niet of je van beide kanten mag komen. En dan moet je nog een ventweg over. En yes, je hebt het gehaald. Deze weg is al vanaf het begin, dat hoor ik ook van andere wijkbewoners en tunnel, maar echt totaal onoverzichtelijk. En ook de fietsers waar je hier van links, rechts over moet, van alle kanten moet bekijken. Het probleem speelt al jaren. In 2014 hebben bewoners zelfs gedemonstreerd. Maar ondanks de demonstratie en herhaaldelijke klachten van buurtbewoners verandert er weinig. Het is een klein stukje wit gemaakt, zodat je daar dan over kunt steken. Maar het echte fundamentele verandering van de Vleutenseweg, wat volgens heel veel wijkbewoners toen al nodig was, dat is eigenlijk niet gebeurd. De buurt hoopt dat er nu wel iets verandert. Ja, dit mag nooit meer gebeuren, dat is helder toch? Ja.